Ik ben Sarah Seyemari. Ik ben TOA op het Vathuiscollege. En we hebben de 3D-printer aangeschaft nu voor de onderbouwklasse. En volgend jaar willen we hem ook gaan inzetten voor de bovenbouw. De twee 3D-prints van Ultimeco zijn opgebouwd door onze eigen leerlingen uit het eerste leerjaar en het tweede leerjaar en wat leerlingen van het basisonderwijs. Dat hebben wij gedaan in groepjes van 5. En elk groepje bouwde een onderdeel van de printer. En als alle onderdelen klaar zijn, dan begint het proces eigenlijk weer opnieuw, want dan ga je alles aan elkaar toevoegen. En tot dat proces hebben ze alles zelf gedaan. En daarna is het voor ons de check, het kalibreren, en dan is die eigenlijk al klaar. En 4-5 weken hebben ze erover gedaan. We hebben de 3D-printer aangeboden als keuzeproject, waardoor leerlingen zelf de keuze maken welk project ze gaan doen. En de kinderen die kiezen voor 3D-printen, die hebben er echt zelf voor gekozen. Dus de motivatie heb je. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik zag het ook staan en ik dacht, oh, dat ga ik echt doen. En ja, het spreekt me gewoon heel erg aan, omdat ik het ook heel erg leuk vind om dingen te ontwerpen. Dus dat vind ik heel erg tof. Je ziet ook dat als ze zover zijn dat ze hun product kunnen uitprinten wat ze zelf gemaakt hebben. Gewoon die trots, het zien, het draaien ervan, het printen ervan en dat ze het gewoon zelf vast hebben. Wat ik vooral heel gaaf vind is dat je de ene week zit je achter je computer dingen te ontwerpen. Zoals ik heb een hoesje net ontworpen. En dan heb je hem gewoon echt in je handen, kan je hem gebruiken en dan heb je er ook echt wat aan. Kinderen zoeken niks meer op in boeken. Kinderen zoeken alles op Google, op YouTube. Alles wat ze willen weten, wordt opgezocht op internet. Dat is de toekomst. En hoe meer je alles aanbiedt op wat op de toekomst gericht is, hoe makkelijker kinderen leren. En onderzoekend leren is hetgeen wat het meest bijblijft bij kinderen. Want als je een apparaat geeft, dan zit daar geen gevoel achter. Maar als je heel hard hebt moeten werken om iets te maken, zit daar gevoel achter. En dan ga je er met respect om met een apparaat. Nu die eenmaal klaar is en hij draait, ze zijn er nog steeds blij mee, want ze blijven komen. Ook andere leerlingen uit andere klassen blijven allemaal komen en vragen van, mag ik ook wat uitprinten?